Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling hebben op woensdag 8 maart 16 cursisten hun certificaat voor de training Textiele Werkvormen Advance in ontvangst mogen nemen. President Chandrika Prasad Santokhi viel de eer te beurt de eerste 3 certificaten te overhandigen. Volgens het staatshoofd zullen de geslaagden een bijdrage moeten leveren aan gemeenschapsontwikkeling. Hij legde de nadruk op het thema leefbaarheid in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw. Vandaag is de Internationale Dag van de Vrouw en dat herdenken wij ook. De SAO-vrouwen die hebben al een kleine snackbox gehad om ze met het minimale in de bloemetjes te zetten. Nu is het jullie moment. Het thema voor vandaag is onbeperkt leefbaar. Om invulling te geven aan dit thema heeft de SAO samen met het bureau gemeenschapprojecten zich ingezet om de mogelijkheid te creëren zodat u een vaktraining kunt volgen. En die vaktraining was dus advanced textiele werkvormen, zodat u zelfredzaam kan worden. Aspecten van deze dag zijn natuurlijk gelijkheid en rechtvaardigheid. En die zijn dan natuurlijk ook onderdeel geweest van het beleid dat wij voorstaan, samen met het ministerie van A, W en J. En natuurlijk heeft dat zijn weerslag gehad in die samenwerking die we hebben met Bureau Gemeenschap Project. De gelijkheid zit er hierin dat 16 vrouwen zich in een groep konden trainen. En dat jullie allemaal verschillende omstandigheden hebben, maar dat zorgt voor die rechtvaardigheid die er is. Zodat jullie allemaal hetzelfde doel voor kunnen staan en dat is het certificaat behalen vandaag. U hebt eerst 3 maanden opgeofferd of uw tijd erin gestopt om de basistraining te volgen. Ook met middelen vanuit de Surinaamse overheid en wel het ministerie van A, W en J. En bij de uitreiking hebt u een beroep op ons gedaan om zich in te zetten om een advanced training aan u aan te bieden. Het is gelukt. Samen met het bureau gemeenschapprojecten, we zeggen ook aan hen dank. Binnen 2 weken konden jullie weer op de training advanced. En ook van mijn kant welkom bij deze heugelijke dag waarbij we de certificaten zullen uitreiken van de training Textiele Werkvormen Advanced. Aan alle vrouwen in de zaal, ook namens de Raad van Bestuur van SAO wil ik zeggen, gefeliciteerd met deze bijzondere dag. U bent uniek, u heeft kracht gekregen van uw schepper. En blijf hem daarvoor danken. En die kracht die hij in u gezet heeft, dat resulteert ook vandaag in deze dag. Gefeliciteerd. Het doet me bijzonder goed om u namens de Raad van Bestuur, SAO, toe te spreken bij deze uitreiking. Van, zoals ik het al eerder zei, de training Textiele Werkvormen Advanced. Ik was ook aanwezig bij de uitreiking van de basis textiele werkvormen. En daar heb ik u bemoedigd om het niet daarbij te laten, maar om verder te gaan. En zoals de directeur daarnet gezegd heeft, met de medewerking, met de ondersteuning van het bureau gemeenschapsprojecten, dat ook valt onder de president van de Republiek Suriname, hebben wij dit mogelijk gemaakt. Maar het zou niet mogelijk zijn als u had gezegd, nee, ik ga niet verder. Ik laat het bij de basis. Dus we zijn trots op u als raad en we zijn natuurlijk ook trots op de SAO die wederom een deel van haar doelstelling verwezenlijk heeft. Het is altijd een eer om aanwezig te zijn bij de uitreiking van certificaten aan cursisten die net de opleiding textiele werkvormen hebben afgelegd, zij het basis of advanced, omdat jullie direct uiting geven van hetgeen jullie hebben geleerd. En vandaag zie ik jullie weer hier zo fleurig zitten en het is in principe heel goed, want zoals eerder aangegeven door de vorige sprekers, vandaag is International Women Day en ik denk dat jullie met jullie creatie jullie zelf ook in de spotlight hebben gezet. En om aan te geven van kijk, dit heb ik geleerd,
dit kan ik nu. Dus heel veel, met heel veel plezier ben ik vandaag ook weer hier om jullie dan kort weer aan te sporen om door te gaan met jullie vorming. Vandaag hebben jullie de cursus Advanced Textiele Werkvormen afgerond en krijgen jullie een certificaat. Dat betekent, zoals we hebben aangegeven tijdens de uitreiking van de basiscursus, dat jullie nu nog meer vaardigheden hebben om aan de slag te gaan. Ik wil jullie heel hartelijk feliciteren met het bereikte resultaat. En ik zeg altijd, veel zal afhangen van jullie eigen inzet. Jullie hebben inzet getoond, dus nu komt het moment waarbij jullie inzet zullen moeten tonen in de praktijk. Dus heel veel succes daarmee. En waar mogelijk zullen wij van arbeid jeugdaangelegenheden jullie blijven ondersteunen. Misschien met cursussen gericht op ondernemerschap. Voor zij die toch wel belangstelling hebben om in die richting op te gaan. Nogmaals, heel hartelijk gefeliciteerd op deze bijzondere dag, Women's Day, met jullie certificaat Advanced Textiele Werkvormen. En uiteraard, mijn dank gaat ook aan jullie moeder tijdens de cursus, mevrouw Gangadin, die jullie toch wel de afgelopen maanden weer verder heeft begeleid in het proces van het aanleren van vaardigheden, zodat jullie toch wel naar een hoger niveau konden gaan voor wat betreft textiele werkvormen. Maak er flink gebruik van en het allerbeste toegewenst. Gefeliciteerd alvast met de Internationale Dag van de Vrouw. En er is voor een thema gekozen door de Verenigde Naties, namelijk leefbaarheid. Onbeperkt leefbaarheid. Het is goed om na te gaan wat de rol van de vrouw is bij dit thema. Het is bijzonder belangrijk ook, namelijk dat er continuïteit is in jullie trainingsprogramma, minister, directie, bestuur. Er is een basistrainer geweest, succesvol afgerond en vandaag nu de vervolgtraining, Advanced textiele werken met meer mensen. Maar wat betekent precies? Eén, namelijk dat wij als regering ondersteuning geven in de eerste plaats aan de vrouw. En als men als Verenigde Naties een thema kiest, leefbaarheid, dan zie je namelijk dat de vrouw een bijzondere bijdrage levert aan die leefbaarheid. Gaat u maar na in de vele gezinnen. Gaat u maar na in de verschillende woonwijken. Gaat u maar na ook bij zoveel eenoudergezinnen, waarbij de vrouw in feite meerdere verantwoordelijkheden heeft in het huis. Zij dragen bij aan die leefbaarheid. Maar natuurlijk moeten wij als mannen ook daar de nodige ondersteuning aan geven. Tweede is namelijk dat de vrouwen, met name de 16 vandaag, in staat gesteld zullen worden een extra inkomsten te genereren. En als je nog geen werk hebt, kan het je hoofdberoep worden. En dan kan je zeggen, mima bedewang timodeste toe. 60 jaar geleden. Dus ik kan ook met die naaimachines werken. Maar toen had je Signaal en nog meer van die dingen. Philips. En niet elektrisch. Met je voeten moest je trappen. Dus ik ken die dingen. Maar ik kon niet die geweldige dingen maken. Handdoekjes kon ik wel doen. Als een jongeman van 6, 7 jaar. Ik heb het geleerd thuis. Maar zij had meerdere jobs. Wat de pluimvee, wat de tuinbouw. Ze ging op de hoek bij de Chinees werken. Maar één ding kan ik wel zeggen. De meeste inkomsten kwamen van textiel.
jurken, hemden, broeken, noem maar op. Daar waren de meeste inkomsten. Dus, dat was vroeger. Niemand ging naar een winkel om een complete pak te kopen. Iedereen ging naar de kleermaker of naar de modiste. Dat was toen. En het moet terug, vooral in tijd van crisis. Want in tijd van crisis neemt ook de koopkracht af en ontstaat er ook armoede. Die Westerse regeringen moeten aanpakken, structureel aanpakken. We zijn al begonnen met die 1800 SRD-registratie. Als het goed is, keuren we vandaag goed in de regering, weer distributie van voedselpakketten. Om toch te zorgen dat de mensen geholpen gaan worden. Maar aan de andere kant zullen jullie na vandaag ook de gemeenschap kunnen helpen. De mama Sawan met een score op 10 of een jurkje, wat ze niet kunnen betalen daar. Daar bent u daar zo. Om die nodige ondersteuning te geven aan die gemeenschapsontwikkeling, aan die buurtontwikkeling. Maar ook collega's kunnen bij aankloppen. Het kan, want nu ben je deskundig. Nu kan je het aan, nu ben je gecertificeerd. Dus nogmaals, mijn mensen, we trainen vandaag en we leveren af op kleine ondernemers. Minister, directiebestuur, allemaal gefeliciteerd. Projectcoördinator, maar in het bijzonder de cursisten, gefeliciteerd. Laat het niet blijven bij een certificaat wat u daar achter uw bureau gaat hangen of thuis gaat plaatsen. Dat u nog eentje gehad heeft. Laat het inderdaad een toegevoegde waarde hebben in jullie leven. En dat u daarmee geld kunnen verdienen. Daarvoor zijn jullie getraind. Gefeliciteerd. God bless you. Dank u wel. Deze training houdt in dat het niet om textiele werkvormen precies gaat. Het gaat om advanced, dus de gevorderde training textiele werkvormen. Het ging erom dat ze dus linnen hebben leren maken, dus lakens, kussens lopen. En ook een pantalon met een blouseje, met een kraag. Daarnaast heeft die training 2 maanden geduurd en met een frequentie van 2 keer in de week. Waar zijn de cursussen nu in staat? De cursisten zijn nu in staat zelf kleding te vervaardigen. Dus een blouse, een rok, een pantalon en een blouse met een kraag en een jurk. En daarnaast ook linnen, dus lakens en kussens lopen. Deze training is een vervolg eigenlijk van de basistraining. Maar wat is de volgende stap na deze training? Nou, na deze training stoppen we indien er vraag is naar wat anders. Dan doen wij ook de trainingen op maat, want dat is ook een van onze core businesses. De cursisten hebben eigenlijk een naaimachine gehad. Wat mogen ze daarmee doen? Wat ze daarmee mogen doen, we stimuleren ondernemerschap. En je kunt mensen geen vaardigheden aanleren en dat kunnen ze niet oefenen, kunnen ze niet praktiseren. Dus de bedoeling van dit traject is dat we willen gaan naar klein ondernemerschap, zodat ze hun eigen brood kunnen verdienen. Natuurlijk zijn er ook nog andere trainingen die door de SAO worden aangeboden. Kunt u aangeven welke trainingen volgen of welke trainingen nu gaande zijn? Nou, regulier bieden we 13 vaktrainingen aan op dagbasis. En daarnaast doen we projecten. Binnen die projecten laten we een stukje flexibiliteit zien. Dan doen wij trainingen op vraag, op verzoek. En
We hebben wel wat basistrainingen die we naar de districten brengen. En dat is elektrohuisinstallatie, koeltechniek, textiele werkvormen, gaswater, sanitair. Tenslotte, deze cursus of deze geslaagden, blijven ze in beeld bij de SAO? Nou, zo net hoorden we, of kregen we de mededeling dat Trustbank Amana 0% rente geeft aan indien men een lening daar wil nemen, dus kleine ondernemers. Dus wij willen kijken hoe wij dat traject samen kunnen gaan uitvoeren. De eerstvolgende stap is dat we een presentatie zullen laten verzorgen door Trustbank Amana, om te kijken dat dat traject van hun tot klein ondernemerschap wordt ingezet. En in dat kader denk ik dat we de hulp zullen inroepen van SPWE, dat ook een, die ook een stichting is van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ik vind het enthousiast. Het was geweldig om persoonlijk mee te maken. Waarom heb je voor deze training gekozen? Ik heb ervoor gekozen omdat het een training was om, om kennis op te nemen en als zelfstandig ondernemer verder gaan. Ja, dus ik heb ervoor gekozen om mijn kennis uit te breiden wat textiel en werkvormen betreft. Ja, dus en wat ga je hierna doen? Ik ga ondernemen, mijn eigen business starten onder textiel en werkvormen, stikken enzovoort.